Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. In een vorige uitzending hadden we een onderwerp over tafelgenoten die op 23 april weer een diner hebben. Vanwege een foutief mailadres hebben zij geen aanmeldingen ontvangen. Het juiste mailadres kunt u hieronder lezen. Op 2 april werd het officiële startschot gegeven voor de versterking van de Standhazense dijk in de gemeente Drimmelen. De versterking gaat over een lengte van zo'n 750 meter en is onderdeel van het landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma. De Standhazense dijk beschermt een deel van de gemeente Drimmelen. De werkzaamheden zijn voor het eind van het jaar klaar. Ook dit jaar is er weer het mantelzorgcompliment. Ontvang je hulp van een familielid, buurvrouw, vriend of iemand anders in jouw directe omgeving? Doen zij dit al langere tijd en onbetaald? De gemeente en SWO vinden dit enorm belangrijk. Inwoners die vorig jaar al mantelzorgwaardering hebben aangevraagd, hebben een brief ontvangen of krijgen deze binnenkort om te verlengen. Denkt u ook recht te hebben op deze waardering? Neem dan contact op met het SWO. Het Oranje Comité Ter Heide nodigt alle gedecoreerden uit om samen met hun partner voor de Koningsdagbijeenkomst op zaterdag 27 april om 11:30 bij de Gouden Leeuw in Ter Heide. Wilt u zich aanmelden of meer informatie? Neem dan contact op met Lisette Snoeren. U kunt haar bereiken via het telefoonnummer dat onder in beeld komt. Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met extreme buien, meer neerslag en langere perioden van droogte en hitte. Met een groene tuin bent u beter voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering. Een groene tuin zorgt voor verkoeling in de zomer en in een groene tuin kan het regenwater goed weglopen in de grond. Hoe maakt u uw tuin klimaatbestendig? Deze tips helpen u op weg. U kunt tegels wippen. Of als u uw tuin toch wil verharden, kies dan voor half verharding. Dat zijn waterdoorlatende klinkers of een terras met brede voegen. Zo kan het regenwater goed de bodem intrekken. Regenwater kunt u opvangen door een regenton of onder de grond in filtratiekratten te plaatsen. U kunt er ook voor kiezen uw regenpijp af te koppelen. Zo stroomt het regenwater niet meer direct het riool in, maar wordt het water opgevangen in de tuin. Zo kan het riool beter omgaan met veel neerslag en wordt het regenwater niet onnodig gezuiverd. Op zondag 14 april organiseert wielervereniging Ter Heide hun jaarlijkse wielerwedstrijd. De renners staan te trappelen om het nieuwe seizoen te beginnen en het organisatiecomité van de vereniging is er klaar voor. Hiervoor bent u ook van harte welkom. De start en finish is aan de Molenstraat 75... en het parcours is afgesloten voor alle verkeer tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. Als er afval in de container of zak zit dat hier niet in hoort of de afvalcontainer zit te vol, dan ontvangt u een rode kaart of sticker. In veel gevallen wordt het afval dan ook niet opgehaald. Om dit te voorkomen is het belangrijk het afval goed te scheiden. Twijfelt u waar het afval hoort? Kijk dan op de site van de gemeente. Hier vindt u informatie per afvalcategorie. In Hoge Zwaluwe wordt er een boekenmarkt gehouden op vrijdagavond 7 uur en op zaterdag 20 april overdag. U kunt uw oude boeken bij hen inleveren. Het is een actie van de Protestantse Kerk Hoge Zwaluwe. Heb je geen zin om altijd maar binnen te zitten of heb je behoefte aan een leuk contact met anderen? Kom dan naar de Open Traaise Jeu de Boel op zondag 28 april. Die dag organiseert de Jeu de Boel vereniging Boelvaart een toernooi waar alle inwoners van de gemeente Drimmelen gratis aan mee kunnen doen. Het begint om 10:30 en zal tegen de klok van 4 uur weer afgelopen zijn. Omdat de organisatie graag wil weten op hoeveel deelnemers zij kunnen rekenen, is inschrijving vooraf nodig. Dat kan tot uiterlijk 26 april. Inschrijven kan via het e-mailadres dat in beeld komt.
Het zonnefietspad tussen Wagenberg en Zevenbergse Hoek wordt tijdelijk gesloten in verband met werkzaamheden. BAM Infra voert vanaf maandag 8 april tot begin mei een controle uit op de bekabeling van het zonnefietspad. Zo kan er optimaal energie worden opgewekt tijdens de lente- en zomermaanden. Er was de afgelopen periode weer het nodige te doen in onze gemeente. Natuurlijk was Oproep Drimmelen daarbij. Wilt u met ons meekijken? Blijf dan vooral ingeschakeld op ons kanaal. U kunt deze week onder meer kijken naar een interview met Serena van der Malen die topvolleybal speelt. En we laten u het tweede deel van de opening van de Bernarduskerk zien. Heeft u nieuws te melden, zonder commercieel doel? Wilt u dat we verslag doen van een leuke activiteit in onze gemeente? Mail het ons op onderstaand mailadres. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. Graag zien we u volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel. Tot dan!